sound of May. All silver bells, coral shells, carousels, and the laughter of children at play. They say, welkom allemaal in deze Petrus en Paulus kerk. We zijn hier midden in de Paaskerk. De Paaskerk is een symbool van Jezus die ons uit de dood redt. En uit de dood is niet meer geboren. Herboren worden. In een nieuw leven met God. Kind worden van God. As my eyes visualize. Family, they see dreamily, seeing images in the firelight, as my eyes visualize a family, they see dreamily and daarom geef ik je in naam van de kerk, het kruisteken en het teken van onze God. Ouders en gemeentes, geef nu ook je teken van Jezus Christus aan de kerk. Ouders, wilt u dus dat ik word geloofd in het geloof van de kerk? Dat wij zojuist hebben beleden. Ja, dat willen wij. Emily, Johanna, Maria, Catharina, ik doop je in de naam van de Vader. Zoals is de communie, vormsel, huwelijk. Maar ook als ze ouder wordt en in nood verkeert, dan wordt de doopkaars aangestoken. Dat is het symbool van het licht van Christus. En wie steekt de kruis? Dan mag je het zo doen. Moet je samen vasthouden. Ik heb er al twee niet mee. Ja, hè. Beste ouders en nichten, ga nu de taak dit licht brandend te houden. Zorg ervoor dat uw kind, dat voor Christus is vermist, blijft leven in het licht en in zijn geloof volhard. Iedereen gefeliciteerd? Ja, dankjewel. Ja, maar mooi was het father. Emily, you can't leave your life to chance.
advice. Don't you know you got it easy?